Staan. En je hoeft alleen maar de camera in je te brengen.
Ja, dat zou ik niet doen als ik jou was. Maar. Ik zou hier echt. Ja. Ik zou daar niet uit de voeten. Goed zo, goed zo. Nee, man. Heb fun, hè? Ik heb niet zo. Nou, dat kun je wel stellen. Ideaal. Ja. Dit is goed, hè? Ja, heerlijk. Ja. Ja. Heel aardig. Ja. Dit, hè?
Oh, my God.
Thank you.
Oh,
Thank you.
Let's go.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Deze hier, Daniel, 16 jaar, Daniel Roman, nummer 4. Thank you.
16, 14, die worden opgelopen. Jimmy, Billy, no power. Terwijl ze wat dit en jongeren aan de instellingen zijn, ze is wat verder aan het opwarmen zijn, dat ze toch op aan houden. Allereerst, dankjewel allemaal voor de komst. Voordat ik even een kleine opzicht moment wil hebben, zou ik heel graag even voor de mensen achter de bar,
een heel groot applaus wil hebben voor jullie. En heel graag allemaal even die kant op kijken, zodat we dat zien achter de bar. Niet meer te kijken. Dames en heren, achter de bar. Dank jullie wel. En ik hoop dat jullie zometeen heel veel krijgen. Mag ik even naar voren hebben? Dank Fred. Dank u. En Martijn, aan de zielig. En die kijkt toe. Goed zo, Manfred, voor velen beginnen in de korfbalwereld, Wouter, wellicht ook, van Irma. Wij zijn heel blij dat wij in de komende 4 jaar niet in onze podium moeten spelen, maar eigenlijk fantastisch bijlopen met de leden van Korfbalbedaar, Lucasson en Irma. Daar zijn wij blij mee. We gaan het graag voor de mensen leren dat een super overeenkomst voor de komende 4 jaar. Dat is voor de kleding die wij nu al in gebruik hebben. Maar dit is nu weer begonnen. En ik kan alleen maar zeggen dat wij heel veel complimenten hebben. Het ziet er fantastisch uit. Terwijl dan heel veel is de gewone kleding, de kleding van de jeugd. En goed te vertellen is dat de oude kleding heel mooi een nieuwe bestemming krijgt. Volgende week krijgt een van de mannen van de PR. Naar Zuid-Afrika met de koffie voor kleding. En de kleding zal naar Zuid-Afrika gebruikt worden voor de lokale voortrekkers. Dus dat zijn de kleding weer een goede, circulaire, duurzaam leven. Dat is wel heel mooi. Goed, nogmaals, Manfred, dat is een ding. Ik wil het al doen, want ik zit te tekenen. Dank u wel. Korfbalbedaar, Irma, Lucasson, voor het verzorgen van de kleding. En voor jullie zijn dat wel een aantal dingen en een aantal zetten. Dank u wel. Ik wil het niet.
Wij moeten gaan starten. Zal bij het team zich al opmaken voor voorstellen. We kunnen starten in de tweede wedstrijd van de avond. Zelfen beelden tegen 10-0 onder de 17. Op het scorebord staat 10-0 thuis. Ik zeg weer aan hoe tof allemaal die. En kunnen we starten zo. De 12 namen aan de kant van Oranje. En de 8 aan de kant van Zwartwit. Yeah.
18, John Prince. De nummer 20, Ralph Powell. 23, Legion van Nederlandsen. En last but not least, 28, Ben Hoffman, Zijlema. De coaches van de Oranje, Stijn Hoekstra en Lotte van Bonkhorst. We gaan naar Schatwinkelen. De goal, nummer 1, Michel Hagemans. 2%, Ike Bouwman. De onderpissende referent, Melle van Bonkhorst. Nu komt nummer 3, Yvonne Bouwman. We gaan naar de man, Justin Koolman, nummer 13. 27, Niels Koolman. En met de Niels Koolman, 22, Stefan Dekkers. Thank you.
nummer 2 op de scorebord, nummer 20. Nou, vader. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
En natuurlijk iedereen die woontjes heeft, als het tevoorschijn, dat hier ons zorg gekomen wordt, met de juiste nummers. Thank you.
We staan zo met alle overheid. Ontzettend, een prachtige prijs. De nieuwe is in de bal. Die was gewonnen door nummer 708. 708, de nieuwe is in de bal. We gaan naar de bank, de rode is aan de bank. Ja, ja, nummer 904. 904, we gaan naar de bank. En we hebben nog een flesje. Zandbrit, rode, de nummer 4. Op wie knooien gegeven. En de laatste rode lijn die we hier hebben is de nummer 822. We gaan naar de middenlijn. Zandbrit, Benedict. Nummer 835. 835. En het volgende flesje in de lijn, nummer 920. In de laatste heel gezwakkig lijn. U gaat naar 551. We komen bij een nevel van gastrijd en overigens. Lekker die heren. Midden in Helden. Voor nummer 861. 861. We komen bij Hamhoeven. We gaan naar de zomer. Lekker op het zwembad. Met een zwart medaille. 914. 914. En nog een handel. 844. De volgende. 62. Ook een mooie handel. En we hebben ook nog een aantal pensioens van zwart-wit. En de eerste is gewonnen door 855. En de volgende gaat naar 545. De laatste pensioen. Zorg nummer 17. We gaan naar Altijd, de schappers in de school, Altijd en Bekhal, een boodschappenpakket voor 621. Dan gaan we naar de gezin die in de wedstrijd vallen. 610. En de volgende wedstrijd al met handtekening 48. En we hebben nog zo'n mooie bal. We gaan onder met nummer 907. 907. En de laatste wedstrijdbal is voor nummer 549. En dan hebben we nog 24 prijzen. 24 trippelkaars. De eerste is voor nummer 710. En de tweede laatste voor 607. Alle winnaars gefeliciteerd. En waar kunnen ze zo aan? In de kantine, de afgelopen wedstrijd heeft alle prijzen gegeven. Nou, hartelijk gefeliciteerd met deze prachtige prijzen. En natuurlijk is het gewoon van deze prijzen. Maar tot dan. Dus de rondprijzen af op de wedstrijd in de sportkantoor. Thank you.
trekleiding. Veerhuis, publiek. We gaan starten op de tweede helft. Starten in de stand van 11 weken. Door Tito van Jongen 17. Het is spannend bereid. Ook na 12 uur. In deze prachtige wedstrijd. Hier in Sportpark de Mos. En we willen natuurlijk team in de helft van 17. Voor de stad. Nog hartelijk eens danken dat ze hier vanavond zijn. Uw applaus graag voor Team NL onder 17. Thank you.
Thank you.
die goal door gewoon 16-12. Dus het is al 16-12. Wat gebeurt? En kies. Laatste kwart, 16-12, voor de bal, 10-11-17. Yeah.
17, 13, Jesseline Koopman. Thank you.
Thank you.
Koenigman, 21-16. En uiteraard ook voor onze spreekstalmeester Bert. Hartelijk dank voor de aanvraag van deze middagavond. Veiligheid voor. Dank je wel, Bert. En Piet, waar ben je? Piet is onze nieuwe huisfotograaf. Ook een beetje op mooie draadjes gestolen. Piet, ik ga jou ook weer veranderen. En ik ga de komen als lucht. Dankjewel. We gaan de volgende keer kijken. Dankjewel, Piet. Thank you.
Thank you.